Goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van ons programma Sport op Stelten. Met vanavond natuurlijk veel voetbal, maar eerst onze aandacht voor een andere tak van sport. Naast mij is aangeschoven Mieke Stoop-Ruwaardi, Nederlands zwemkampioene 1954, 55 en 56. Mieke, ik mag Mieke zeggen? Natuurlijk. Mieke, jij houdt je waarschijnlijk vanaf je prilste jeugd al bezig met de zwemsport. Kun je eens vertellen hoe dat zo is gekomen? Nou, dat is niet helemaal zo. Ik had eigenlijk oorspronkelijk hardloopster willen worden. Maar toen ontwikkelde ik de ziekte van Wenslag-Knopper en moest ik mijn hardloopcarrière aan de wilgen hangen. Maar mijn papa zwom gelukkig als een otter en mijn mama zwom eveneens als een otter. Dus toen heb ik gekozen voor mijn tweede passie. Het zwemmen. Een andere vraag die de kijkers waarschijnlijk op de lippen brandt is... Heb je nooit last van water in je neus? Een keer tijdens de Olympische kampioenschappen in München... is er in de derde baan wat water in mijn neus gekomen. Ik begon toen ontzettend te proesten. En dat kost je uiteraard kostbare seconden. Dat geloof ik graag. Ja. En wat de huisvrouwen zich natuurlijk ook afvragen is... als je je badmuts afdoet, hoe krijg je je haar dan weer in het gareel? Ja, natuurlijk. Uiteraard is je haar, als je net uit het bad komt, kliedernat. Maar ik heb er iets op gevonden. Een kammetje met een puntje plantaardige margarine door je haar halen... en het zit meteen weer goed. Misschien ook een leuke tip voor de dames thuis. Nou, ik denk dat de dames thuis daar wel wat aan hebben. Dank je wel, Mieke, voor deze tip. Graag gedaan. Maar, Mieke, ik neem aan dat het met de meisjes van de nationale ploeg... natuurlijk niet alleen maar tucht en discipline is. Ik denk dat er af en toe ook vast wel wat valt te lachen. Kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Natuurlijk. Een half jaar geleden hebben wij onze coach helemaal met water nat gespat. Ja, ja. En een andere leuke anekdote is... tijdens de Olympische zwemkampioenschappen in Japan... was er een badmeester die was zo klein als een kaboutertje. Die kwam maar tot hier. Die hebben we toen gejonast en met een hele grote boog in het zwembad gegooid. Hij kwam met een plons in het water terecht. Toen hebben wij en alle meisjes heel erg moeten giechelen en lachen. Nou, dat kan ik me voorstellen hoor, Mieke. Ja. En misschien heb je ook wel een voorbeeld van een iets minder plezierig iets. Ik was een keer in de Verenigde Staten van Amerika. Na de 1000 meter vrije slag gingen wij naar een feestje waar een neger combo jazzmuziek speelde. Die muziek die was zo ontzettend hard dat mijn oren ervan begonnen te tuten. En ik onverrichter zaken vroeger naar mijn hotelkamer ben teruggekeerd dan ik van tevoren van plan was. Maar ja, dat zijn zo de schaduwzijden van het zwemmen. Van het zwemmen, inderdaad. Tot slot, Mieke. Voor al die mensen die deze zomer weer zullen gaan zwemmen in ven, meer, zwembad of zee... zou je nog één keer willen voordoen hoe de schoolslag ook alweer gaat? Maar natuurlijk. Eerst brengen we de handen naar de kin. Daarom heet het uiteraard ook schoolslag. Dan bewegen we ze naar voren. En daarna verplaatsen we met grote kracht het water naar achteren. Een vis zullen we wel nooit worden. Maar je zult zien dat je wel degelijk in het water vooruit gaat. Ik weet niet hoe het bij de kijkers thuis is overgekomen, maar hier was het sensationeel. Mieke, dank je wel dat je hier hebt willen zijn. En voor u kijkers, graag tot een volgende keer.